Hoe moet je ploeg ervoor gaan zorgen morgen om die ronde verder te komen? Ja, gewoon... het is herfst, dan moet je stormen. En dan is het 4-3 voor Utrecht! Het is 4-3! Na het gelijkspel in Limburg gaat nu ook voor FC Utrecht het bekerseizoen beginnen. We beginnen met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. En dus hoog tijd voor een nieuwe matchpreview. Aangezien voor FC Utrecht dus morgen het bekerseizoen gaat beginnen, is er voor ons reden genoeg om even snel het archief in te duiken. 3 keer eerder won FC Utrecht de KNVB-beker. De eerste, 1985. Nog 1 keer Utrecht, maar weer door het midden. Adelaar. Want ideeënrijk is Utrecht niet geweest, daar waar het zoeken betrof via de zijkanten. Daar is men eigenlijk niet geweest. Nu dan, en zit daar meteen de beloning. Van Loen. Ja! Daar zit dus de beloning. In die extra tijd is het toch het hoofd van Van Loen. De KNVB-beker gaat naar Utrechts aanvoerder Tondu Chardinier. Nadat vorig jaar Feyenoord de dubbel pakte, is het dit jaar Ajax dat landskampioen is geworden. En Utrecht dat de beker wint. In 2003 trof FC Utrecht Feyenoord in de finale. Het werd uiteindelijk een heerlijke 4-1 zege. Beelden die bij iedereen nog in het geheugen staan, de volley van Jean-Paul de Jong. Bosveld, de Jong in 1 keer. Oeh, dat is een goal, Jean-Paul de Jong. Een jaartje later was FC Twente de tegenstander voor FC Utrecht in de bekerfinale. Een 1-0 zege, man van de wedstrijd, Dave van den Berg. Van den Berg. Wachten op Sjoerd John, die buitenom komt. Gaat binnendoor, kiest met zijn rechterbeen voor het schot. Oh! Wat een goal van Dave van den Berg. Wat een schitterend doelpunt. Davy van den Berg, die flikt het dan. En dan staat FC Utrecht op voorsprong. En dan worden ze helemaal gek hier. Het afgelopen bekerseizoen, dat was er eentje om snel te vergeten. Een bekerwedstrijd van de afgelopen jaren die wel voor ons altijd bij zal blijven, dat is natuurlijk de halve finale tegen Ajax in 2020. In een stijf uitverkocht stadion Galgenwaard werd het 2-0. Gustafsson, Maher voor het doel 5 man van Utrecht. Gustafsson bereikt wel, ja! Hij bereikt de wedding van de streek. Gustafsson tegenover Onana. En dat is dus Gustafsson, 2-0 Utrecht. Morgen wacht dus het thuisduel met RKC Waalwijk. De laatste keer dat RKC op bezoek kwam in Utrecht, wisten wij met 2-0 te winnen. Hoog tijd om vooruit te gaan blikken op die wedstrijd. Achterste linie van RKC loopt achteruit. Doevikas, goal! Inmiddels dus toeschouwer, Doevikas. Als hier Labiat zorgt voor 2-0 na die slimme corner van Bosdogan. En dan is het helemaal gedaan met RKC. Ron, het bekerseizoen gaat beginnen. Jij won hem natuurlijk in 2013. Wat betekent het toernooi voor jou? 2014, maar Utrecht heeft hem ook wel eens gewonnen. En als je zo'n toernooi 1 keer hebt gewonnen... We hebben met PEC ook nog een keer in de finale gestaan en verloren. Dan weet je wat het doet met iedereen eigenlijk. En dan haal je Europees voetbal. Ja, dat zijn prachtige momenten. Maar je moet eerst zover zien te komen dat je richting finale gaat. Dan gaat het nog meer leven. En dat begint morgen. Het was inderdaad 2014, excuus. Je begint tegen RKC. Wat vind je ervan dat je dan meteen tegen een eredivisieploeg aan moet treden? Ja, je kijkt altijd, speel je uit of thuis. En de eerste rondes heb je liever een mindere tegenstander. Maar... Dit moet ook absoluut gewoon kunnen. En het is misschien wel mooi, omdat we spelen in de Eredivisie. En daar hebben we nog heel veel te winnen. En dat kun je morgen dat weer een vervolg geven. Hey. Moji, goedemiddag. Goedemiddag. How's your Dutch? Difficult a little bit, but I try to understand more and speak soon. Very good. How do you look back on the game against Fortuna? Well, I think for me it was a good game because we defend good. We didn't take a goal, and we need to work more
because we can score a little bit also. You didn't concede any goals, a clean sheet. Can you tell me a bit more about your connection with the other defenders, with Mike, with Yannick, with Hugo? Yeah, but all defenders, we speak together, so it's more easy to play when you speak with all team. So we try to do this with all defenders we have in the team and keeper also, so it's nice. Korte voorbereidingstijd natuurlijk. Je gaf aan dat je die korte tijd onder andere ging gebruiken om bepaalde dingen te halen uit de wedstrijd van zaterdag. Wat zijn de verbeterpunten die je daaruit hebt kunnen halen? Nou, die zitten met name wel in het balbezit. En ook wel in de tweede helft in de uitvoering van het hoogdruk zetten. Wat beter kan en moet. Anthony Descott, die viel zaterdag geblesseerd uit. Hoe is het met hem? Nou, zorgelijk. Die krijgt vanmiddag een MRI. Daar zal meer duidelijkheid uit komen, maar het was wel iets beter dan afgelopen zaterdag. Maar hij kan de knie nog steeds niet goed buigen, dus we maken ons wel zorgen. Dat was erg vervelend. Hoe is het verder met je team? Goed. Verder is Nick Viergever is nu na de schorsing ook weer erbij. Dus wat dat betreft op Iqbal en Jen en Aris iedereen aan boord. Just 2 days between the game against Fortuna and the game of tomorrow. How do you prepare yourself in those 2 days for the game of tomorrow? We did treatment, ice bath, and we did in the before one game. Hoe moet je ploeg ervoor gaan zorgen morgen om die ronde verder te komen? Ja, gewoon. Het is herfst, dan moet je stormen. We play at home, so it's nice also with the supporter. We go to show good team, good spirit for win this game. It's the first time you will play in the new shirt. What do you think of the new shirt? Yeah, it's nice. I like the color blue. It's my color favorite, so I like. If you look at the game against Fortuna, what needs to be done differently to win against RKC? We need to score. Also, we need to score and we need to defend good also. So we go to do this tomorrow. Het is natuurlijk een bekertoernooi. Je kan er ook zomaar uitleggen. Maakt dat eventueel dat je dan wat voorzichtiger gaat spelen? Nee, juist niet. Ik denk dat voorzichtigheid. Morgen moet je gewoon laten zien dat je weer thuis speelt. Dat gevoel wat we hadden in de thuiswedstrijd tegen Ajax. En dat betekent niet dat je voorzichtig moet zijn. We zijn veel te veel wedstrijden juist veel te voorzichtig geweest. Aan de bal en ook zonder bal. En dat moet er steeds meer uit. En hoe meer je wint, hoe beter dat voelt. Dit was de eerste matchpreview van deze week. Laat hieronder even weer jouw voorspelling achter voor de wedstrijd van morgen. En ik zie jullie vrijdag. Later. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.